Nou, zand heb je in alle soorten en maten. En Waterschapsonderzoek Delta onderzoekt samen met Deltaris, Fugo en Hoogwaterbeschermingsprogramma wat de invloed is van het type zand op de stevigheid van een dijk. Ik ben vandaag bij Deltaris en Mark Heijma gaat mij meer vertellen over dit project. Nou Mark, dankjewel dat je me hier wil ontvangen. Wil je iets vertellen over jezelf? Waar zijn we hier vandaag? Ja, dankjewel Thomas en welkom bij Deltaris. Mijn naam is Mark Heijma. Ik werk als expert geoloog bij Deltaris. En ik ben hier vandaag bezig met een schaalproef op piping in getijdenzand. En schaalproef, piping, getijdenzand, neem even mee. Wat is dit precies? Nou, piping is een wat we noemen een faalmechanisme. Dus daar kan een dijk door kapot gaan. En in dit geval gebeurt dat door tunneltjes die onder de dijk doorgroeien bij hoogwater. Wat wij hier doen is dat op het klein nadoen. Dus wij proberen hier een dijk na te bouwen. Met die tunnels proberen we te creëren. Om te kijken hoe snel gaat dat en wanneer gebeurt het nou eigenlijk precies. Ja. En een schaalproef, dan denk ik aan een scheikundig experiment met een petrischaaltje? Nee, helemaal niet. Nee, je ziet het hier. Het is die gele bak daar. Daar zit zand in, getijdenzand noemen we dat. Dat is een bepaald type zand dat in de Waddenzee afgezet wordt. En daar zit water. In die grote bak zit water en aan die kant is ook water. En door aan één kant het waterniveau te laten zakken, krijg je een soort waterstroom door dat zand heen. En uiteindelijk gaat dat dan die tunneltjes maken. En met die gegevens, wat weten we dan? Wat kunnen we daar dan mee? Nou, in Nederland beoordelen we de dijken. Zijn ze sterk genoeg? En dat doen we met modellen. En die we nu hebben zijn gemaakt voor rivierzand, een bepaald type zand. En wij denken dat getijdenzand sterker is. Dus dat minder snel dijken kapot gaan als ze op getijdenzand liggen. Dus wat we hiermee kunnen is uiteindelijk dat de dijken in dat gebied, dus Friesland, Groningen, Zeeland, dat die minder snel afgekeurd worden. Ja. We hoeven dus minder snel dijken te versterken. Wat hoop je dat eruit gaat komen? Nou, we zijn al een paar jaar geleden begonnen met hele kleine schaalproefjes. Die zijn nog kleiner dan dit. Dan zien we dat dit type zand misschien wel twee keer zo sterk is als rivierzand. En dus dat hopen we hier aan te tonen en te bewijzen dat het echt zo is. Want alleen dan wordt het echt natuurlijk gebruikt voor de dijken. Als het echt goed onderbouwd en bewezen is. Oké, top. Nou, op zich helder verhaal denk ik. Dankjewel in ieder geval voor je tijd. Graag gedaan.